Moscovitch is een rijder voor Canada. Zij geboren in Moskou en hij in Toronto. Het is het eerste seizoen dat we ze samen zien. We zijn nog geen jaar geleden bij elkaar gekomen. Hij reed daarvoor, of zij reed daarvoor voor Rusland. Het was een tot aan 2011. Zij is zelfs nog junioren wereldkampioene geweest. Met Nodari Maizuratsa was dat, ja, denk ik. Klopt. Ja. En ze won op het Canadees kampioenschap de zilveren medaille. Nou, ik herken haar niet meer terug. Ze is een stukje gegroeid in al die jaren. Ze is een jonge vrouw geworden, 23 jaar inmiddels. Hij 30. Openen met een drievoudige toloop. Keurig. In serie met een dubbel toloop. Drievoudige twistlift. Tweede solo element, drievoudige Salchow. Zonder wat presteren die paar allemaal goed. Fantastisch, hè? En dit is nog maar de tweede groep. Wauw, wat een positie van haar. Nog nooit gezien. Geworpen drievoudige flip. Daar had ze een handje bij. Dit is geen echte lift, gewoon een danslift tussendoor. Mogen ze er overigens maar twee van doen in de kuur. Meteen overgaand in de parapirouette. Ze lift uit een sleepje van hem. Geworpen drievoudige Rietberger. Oh, blijf staan. Fantastisch, daar gaat het wel mis met die dode spiraal. Daar viel ze uit. Maar heel veel transities en verbindende elementen in deze kuur.
hoge axellasso. Een beetje shaky was die. Ik denk dat het gebrek aan wedstrijdritme zijn parten gaat spelen aan het eind van deze kuur. Het einde was ronduit rommelig. Maar een interessant nieuw paar ook hier. Lubov Ilyushechkina en Dylan Moscovitch. Nou, laten we niet vergeten dat hij zilver medaillewinnaar is op de Olympische Spelen. Samen met Kirsten Moore Towers reed hij het team event in Sochi. En Canada won daar het zilver achter Rusland. Ja, en Lubov Ilyushechkina is dus junior wereldkampioen geweest. Ook in het paarrijden. En dat is al heel wat jaren terug met Nodari Maisuratse. Dus ze zijn allebei door de wol geverfd in deze tak van sport. Alleen nog niet lang met elkaar bezig. En dat merk je ook dat het soms nog niet helemaal 100% lekker loopt. En die kuur is natuurlijk ook niet mals. Er zitten heel veel verbindende elementen zitten daarin. Veel transities, ingewikkelde bewegingen, innovatieve elementen. En ja, dan is 4,5 minuten erg lang. Ja, dan is zij ook nog eens natuurlijk een heel ander type dan zijn vorige partner, Kirsten Moore Towers. Ja, dat was een klein poppetje. Andere techniek ook, Chinese zeker, school. Een hele andere techniek. Chinese, Russische school moet ik natuurlijk zeggen. Kijk, en deze positie heb ik nog nooit gezien in een lift. Dat is heel, heel moeilijk. Ze is dus heel flexibel en je moet je partner ook 100% vertrouwen. Naar de geworpen drievoudige flip. Even de rechterhand op het ijs. Nou had ik graag nog een keer de dode spiraal gezien. Maar we krijgen de geworpen drievoudige Rietberger. Ja, en hier gingen ze dus vanuit dit standje van haar gingen ze de dode spiraal in. Maar hoe lang bleven ze erin? Want ze viel er op een gegeven moment uit en dat zien we dus niet, helaas. Nou, 1, 2 draaien. Ja, moet minimaal 1 dus draaien natuurlijk. Volgens mij hadden ze wel 1 draai. Ik denk het ook. Maar goed, we zullen het straks nakijken in het protocol wat we online kunnen vinden. Als we een beetje doorklikken op isu.org. 2/10 achter op hun landgenoten Seguin en Bilodeau. 2 punten achter na de korte kuur. Maar die vond ik eerlijk gezegd beter. Ja, die waren een stuk beter vandaag. Astakova en Roganov ook. Maar die stonden wat verder die achter. Die stonden wat verder achter, dus ook zo'n 5 punten dan. En dan denk ik toch niet dat zij die tweede plaats gaan behouden. Ik denk dat de Russen er voorbij zullen gaan. Dat is ook mijn verwachting. Het zou ook terecht zijn, want ze hadden uitstekend gereden. Astakova en Roganov. Ja, het duurt even. Het technisch panel is lang bezig altijd met paren lange kuur. Het is soms een enorme puzzel met sommige elementen. Zeker de parenpirouette. Oh, het minst spannende element in mijn maar ogen. Een van de lastigste om voor het technisch panel om te doen. Positie van hem, van haar. En inderdaad, ze raken hun plaats kwijt aan de Russen. Terecht.